Van Aarle. Koolhof. Van Aarle. Versveld met één hand. En het is een doelpunt van Halvar Torresen. Deze aanval van PSV begon aan de rechterkant. De voorzet van Van Aarle. Versveld, die toch al niet de langste is, raakt de bal met één hand. En Torresen tikt binnen. Het is 0-1, 8 minuten gespeeld. Valken. Begint aan zijn zoveelste solo. Kijk eens, hij loopt zomaar alleen door de verdediging en kan gaan scoren ook. Schitterende goal van Michel Valken. Dit is natuurlijk heel mooi wat Michel Valken doet, maar het is onbegrijpelijk dat dit op eredivisie niveau kan. Zomaar door de verdediging van Helmond Sport lopen en met zijn rechterbeen scoren. 0-2, 22e minuut. Vincent. Hutting. Dat is goed. En een blunder van Zegers. Het is 1-2. Rob Hutting scoort zijn eerste doelpunt voor Helmond Sport. Maar heeft wel de medewerking nodig van PSV-doelman Hans Zegers. 1-2, 10e minuut, tweede helft. In de wetenschap dat PSV ook niet optimaal draait. En zich wil sparen natuurlijk voor het Europa Cup duel woensdag tegen Ferencváros. Koolhof, maar hij is alleen. Moet of op de solo tour, dat probeert hij. Wordt neergelegd door de Wert. En Van Ettenkoven geeft een penalty. Op het moment dat PSV het moeilijk heeft tegen Helmond Sport, lokt Yuri Koolhof hier een strafschop uit. En dat zou de partij wel eens kunnen beslissen. Halvar Torresen. Zijn 7e treffer in de competitie. Zijn 2e van vanavond. Het is 1-3. Nog 20 minuten te spelen, maar de partij lijkt nu beslist. Valken. Haan. Die de wedstrijd maar niet in zijn greep kan krijgen. Misschien nu kaatsen met Torresen. Maar Torresen wil zelf. Laat het aan Valken. Van richting veranderd. Versveld. En de grensrechter geeft een doelpunt. Lange aanval van PSV. Bal komt bij Valken. Die haalt uit. Over het natte gras. En dat is levensgevaarlijk. Via de vuist van Versveld in de paal. En dan weer het lichaam van Versveld. Is het 1-4. Het was al beslist. En nu helemaal. Geen buitenspel voor Yuri Koolhof. Versveld komt naar hem toe. Maar Koolhof wordt naar de verre hoek gedrukt. Koolhof blijft in balbezit. En Versveld is terug. Valken scoort 1-5. PSV wint ruim. Wint misschien wel te ruim. Maar de zege is een feit. Door dit derde doelpunt van Michel Valken.